Welkom bij de maand mandala van de Mandala Academie, de januari mandala. Eigenlijk net als vorig jaar, 2020, gaan we ook in 2021 ga ik gewoon door met het maken van maandelijkse mandala video's. Iedere maand één is de doelstelling. Wanneer die geplaatst wordt, dat blijft gewoon... eigenlijk tot op het laatste moment. Ik ga op een dag zitten, ik neem hem op en dat wordt de maandmandala. En ook deze maand weer, januari. Het is altijd een beetje uitgeroepen als een donkere maand. Hè. Er wordt altijd gezegd dat het een beetje de maandag van het jaar is. En net als vorig jaar wilde ik dus een kleurrijke mandala tekenen in de januari maand. Dit is dezelfde mandala. Dat is ook wel leuk, dat wilde ik ook even laten zien, dat je dus met verschillende materialen en op verschillende manieren mandala's kunt tekenen en uitwerken. Dit is met kleurpotlood en fineliner gedaan. Dit is met stift gedaan. Je kunt het zwart-wit maken, je kunt het kleur maken. Ik heb deze wat klein gehouden, dat vind ik eigenlijk voor die maandelijkse mandala's het leukst. Gewoon een klein, snel projectje om je creativiteit aan te wakkeren. Ik zal hem op A4 voordoen, zodat je het in beeld wat duidelijker ziet. Maar hij is dus ook heel geschikt om lekker klein te tekenen. Wilde ik daar verder nog iets over zeggen voordat ik ermee begin? Nou, niet echt eigenlijk. Een 16-verdeling gaan we doen. Laat ik je ook even zien. Ik begin gewoon en af en toe zal ik deze er misschien nog eventjes bij halen ter illustratie. Goed. Zo, dit is dus een A4 formaat. Ik ga daar een kruisverdeling op tekenen om het midden te vinden. Nou, de korte kant van A4 is altijd 21, waarvan de helft 10,5 is. En zet deze, dus ik geef een markering en dan trek ik een lijn. En ik doe dat wat dikker, maar doe het zelf vooral dun, want dit zijn hulplijnen en die wil je gaan uitgummen. Nou, de helft van de lange kant van A4 is 14,8. Dus dat geef ik ook op twee punten aan. En als ik dat dan met elkaar verbind, heb ik een kruisverdeling en mijn midden te pakken. Dan de maten voor A4 ga ik noemen. Als je kleiner wilt tekenen, zoals deze, deel je het door 1,5. Als je groter wilt tekenen op A3, doe je de maten maal 1,5. Maar ik ga cirkels zetten op 2 centimeter. 4,5, 6 en 9. En ik geef die hier aan. Dit is hoe ik het doe. Dat hoef je helemaal niet ook zo te doen. Maar dit werkt voor mij prima. Want dan kan ik nu mijn passerpunt op het midden zetten en mijn passerpotlood op die markering. En dan hoef ik maar één keer mijn punt in het papier te zetten. Ook deze cirkels, ik teken ze wel duidelijk voor jou, maar het zijn hulpcirkels. Je wil ze nog kunnen uitgummen, dus doe het niet te dik. Nou, en als je er een beetje naast zit, zoals ik hier, geen ramp. Ik bedoel, het komt echt niet. Het zijn maar hulpcirkels, dus het komt niet op de millimeter. En nu wil ik een 16-verdeling maken. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Ik gebruik daarvoor een zelfgemaakte verdeelcirkel. He, op mandelaacademie.nl onder gratis download kun je zien hoe je die maakt. Als je die niet hebt, maar je hebt wel een gradenboog. Ook op diezelfde website onder gratis downloads kun je vinden. Als je een 16-verdeling wil doen, dan ga je hier naar 16. En dan zie je hier op welke graden je allemaal een markering moet zetten. Ik kies vandaag voor de wat snellere oplossing. En dat is mijn zelfgemaakte cirkelverdeler. Dan geef ik gewoon bij alle 16e die ik daarop heb staan een markering. En dit is niet de meest precieze manier, dat moet ik wel zeggen. Maar ik vind dat niet zo erg. Als je daar wel last van hebt, dan kan je beter de gradenboog gebruiken. Of het misschien op de een of andere manier met passer en lineaal doen. Zo.
dan ga je dus je liniaal van markering door het midden naar markering aan de overkant leggen. En dan trek je, jullie doen dat dun, lijnen die zo dadelijk richtlijnen gaan zijn voor de tekening die we erin gaan maken. Dus je bouwt nu eigenlijk gewoon een grid. En aan de hand van met dat grid, dat is je hulpmiddel om een geometrische mandala te tekenen. Oh. Altijd door het midden gaan, zag je? Ik ging nu bijna van die naar die. Maar dan, je moet altijd door het midden gaan. En dat grid is je hulpmiddel om je mandala te maken. Dit is ook allemaal helemaal niet per se nodig. Alleen voor de uitleg is het makkelijk. En als je graag precies tekent, is het ook een fijne manier van werken. Eens even. De vorm in het midden, in de middelste cirkel, is een losse vorm. Daarvoor heb je niet de 16 verdeling nodig, eigenlijk een 8. Omdat ik dat niet heb, gaat deze door twee vakken heen. Wat ik doe is, ik trek een bladvorm langs de lange lijn en een bladvorm langs de korte lijn. En daartussen nog twee. De volgende vorm is heel simpel. Het enige waar je op moet letten als je hetzelfde wil doen als ik, is dat je hem hier begint. Dus op de lijn die niet gebruikt werd in die middelste cirkel. Dus halverwege deze tekening. En dan is het gewoon de welbekende boog eigenlijk. En daarmee ga je ook rond. Vervolgens heb ik dit ingevuld met een patroon. Een patroon dat je op twee manieren kunt beginnen. Voor mij werkt het gemakkelijkst om bovenaan te beginnen. En dan een komma vorm te tekenen. En dat spiegel ik aan de andere kant. Maar het kan ook zijn dat het voor jou fijner is om onderaan te beginnen. Zo om te krullen. En dan naar boven. Deze is voor mij moeilijker, dat zie je ook. Dus ik ga ze nu nog even afmaken door bovenaan te beginnen. Thank you.
de volgende stap. Ik denk dat ik die even met potlood voor me doe. Want dat is deze. Dat zie je misschien hier nog beter. En dat is een beetje een vlechtwerk. Dus ik ga dat even met potlood voordoen. Dan trek ik het eventueel wel weer met pen over. Het is niet ingewikkeld. Dat beloof ik. Wat je in de basis doet, is je trekt een boog over die punt heen. En hier maak je een lusje aan. En dan kan je eigenlijk weer die boog tekenen. De andere kant op is het boog, lusje aan, boog, lusje aan. En het kruispunt ligt steeds op lijn hulpcirkel. Dat is je richtpunt. Dus ik richt hierop, maak er een lus aan en ik maak weer een boog. Zie je? Die gaan we nu verdubbelen. Hoe leg ik dat het gemakkelijkst uit? We doen het aan de binnenkant, anders kom ik denk ik in de knoop. Dus ik begin, eigenlijk herhaal ik de lijn op een beetje afstand. Zo. En dit kun je natuurlijk veel netter doen dan wat ik nu doe. En dan sluit hij daar weer aan. En wat je dan doet is, hier tussen staan nu zeg maar een soort vierkantjes. Dat gum je helemaal weg. Of dat gum je één kant op weg. Ik laat het je zien met pen. Zodat dit overblijft. Als je dat namelijk één kant op weggumt, en daarmee bedoel ik, als je, ik ga het even zo groter voordoen, als je dit hebt hier tussen, dan gum je één kant op, alles dezelfde kant op gum je weg. Dus deze lijnen laat je staan, want dan heb je overal diezelfde kruising naar overheen. En dan gaat hij er vanzelf onderdoor en er overheen en er onderdoor. Dus dit is eigenlijk de basics van het vlechtwerk. Ik zal ze nu even met pen overtrekken, zodat zichtbaar is wat ik bedoel dat moet blijven staan. En dan moet ik even gaan gummen om mezelf niet in de war te brengen. Thank you.
daarna de bovenste lijnen en die lopen ook door. Waar je op let is dat je op tijd stopt en dat de lijn die je hier doortrekt zo dadelijk tegen deze twee aan, dus deze moet ietsje langer, tegen deze twee aan doorloopt. Zie je dat hier? Zo, en dan heb je dus een beetje een simpel vlechtwerk. De volgende stap die ik je wil laten zien is deze invulling. Daarvoor zet ik een paar hulpstreepjes, zeg maar. Dus we gebruiken deze lijn. En vervolgens zet ik aan allebei de kanten binnen dit stuk nog drie richtpuntjes. Dus 1, 2, 3. En dat doe ik ook aan de andere kant. 1, 2, 3. Zodat ik de vormen een beetje zo kan richten. Die manier. En ik heb ze nu wat afgerond gedaan. Afgevlakt bedoel ik. Hier heb ik ze ronder gedaan. Maar dat is allemaal ja, smaak, keuze. Dit is gewoon een manier om dit te doen. Dus ik gebruik de middenlijn en ik zet 1, 2, 3 hulpstreepjes.
Dat is die. En eigenlijk de laatste rand. Ik heb nu hier deze cirkel staat op 9 centimeter. Als ik nu kijk, denk ik, ja, misschien dat ik hem iets te groot heb ingeschat, dat we hem ook op 8 kunnen zetten. Dus ik ga toch nog heel eventjes een hulpcirkel ook op een centimetertje of 8 zetten. Die laatste rand kun je altijd weer gebruiken om er iets extra's aan toe te voegen. Zoals bijvoorbeeld dit randje. Ja, doe ik het zo. En ik zet er nog een eentje van, nou, laten we zeggen een halve centimeter kleiner. Ik laat je zien waarom. Ik begin met de buitenste kant van het blaadje. En we beginnen op zo'n boog. Op een boog. Naar boven. Zo. En ik heb hem dan dus verdubbeld. En daar gebruik je dan die tweede rand voor. Zodat die punt overal even ver uit elkaar ligt. Ik zie nu dat ik het... Hier heb ik het iets anders gedaan weer dan hier. En nu doe ik het weer iets anders. Dus kijk gewoon eventjes wat je daar zelf het mooist voor vindt. Misschien wil je deze randen wat kleiner maken. Ik maak hem nu heel even op deze manier af. Want ik wil daarna nog zo'n lotusachtige bloem erin tekenen. Zo, die staat. En die lotusachtige vorm erin, dat kun je op verschillende manieren doen. Ik zal er één voor doen. Dan ben ik begonnen met een blad. En dan heb ik daarnaast zo'n lijn getekend die ik aanvul. En dat doe ik daarnaast nog een keer. En hier ook, in spiegelbeeld. Dus eigenlijk een beetje zo'n die vorm. Zo. En dan kun je ook nog daar tussenin kleinere blaadjes doen. En dat kun je als je wil ook hier nog doen. Ik heb ervoor gekozen van niet, want dit worden, voor mij worden het hele kleine puntjes. Maar dit is hoe ik die lotusbloem heb getekend in die rand.
dit kan hem dan zijn. Je kunt nu dus nog heel veel toevoegen aan de buitenkant, ertussenin, patronen, kleuren. Maar dit is hoe ik de januari mandala van 2021 bedacht heb. En geïnspireerd door van alles, Pinterest, Instagram, allerlei accounts. Beetje samenvoegen en dan ontstaat dit voor jou. Ik ga deze ook de hulplijnen weggummen en als kleurplaat uploaden op mandalaacademie.nl onder gratis downloads. Dan kun je kleurplaten vinden, zodat je als je wil die kunt printen voor je kinderen of je kleinkinderen. Zodat je samen aan dezelfde mandala kan werken. Dat is misschien wel heel erg leuk. Vond je deze video nou leuk? Geef dan ook gewoon even een duimpje omhoog. Dat zou mij heel erg helpen. Abonneer je op dit kanaal. Weet ook dat als je de meldingen voor dit kanaal aanzet, dat je dan als allereerste iedere maand de maandmandala ontvangt. Want jij weet dan als eerste dat die online staat op YouTube. Verder wil ik je nog heel even wijzen op een aantal dingetjes. Bijvoorbeeld de Vision Mandala, de workshops. Dat is nieuw bij Mandala Academie, workshops. Zie je ook op mandalaacademie.nl onder het cursusaanbod staan. En in januari heb ik daar de Vision Mandala gelanceerd. Dat is een iets intuïtievere manier van mandala tekenen. Maar wel heel leuk om je dromen en je visies voor 2021 vorm te geven. En door zo'n tekening help je die dan ook manifesteren. Dus daar wilde ik je nog even op wijzen. Als je meer wil weten over mijn plannen voor 2021, ga dan naar mijn Instagram account en bekijk op Instagram TV heel eventjes dat wat ik op 17 januari heb opgenomen. Want nieuw zijn daar de tekenmomentjes en dan tekenmomentjes met THEE en dan kunmomentjes. Want we gaan thee drinken, bijkletsen is wat ik daar heb gedaan. Ook daar kun je aangeven als je naar Mandala Academie gaat dat je notificaties wil. En dan weet je altijd wanneer ik live ga, want dat is voor jou net zo'n grote verrassing als voor mij. Dat zijn gewoon momenten waarop ik zin heb om eventjes live uit te zenden. Er komt een nieuwe cursus aan, maar dat verklap ik allemaal dus in die Instagram TV Reel op Instagram. En voor de rest wens ik je vreselijk veel plezier met deze Januari Mandala. Als je hem maakt en je wil hem met me delen in Mandala Maandag op Facebook, dat kan. Je kunt hem delen in de Mandala Academie Inspiratiegroep. Je mag me taggen op Instagram, dan repost ik hem voor je in mijn stories. Nou, als je dan niet genoeg vol trots kunt laten zien wat je hebt gemaakt, dan weet ik het ook niet meer. Dus de Januari Mandala. Ga er lekker mee aan de slag. Maak er wat moois van en heel veel plezier.